Villa Tour maken we samen met Skoda, al 20 jaar partner van de Tour de France. En natuurlijk Live Slow Ride Fast fan van het eerste uur. Was het niet Joop? Die zei, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow Ride Fast podcast. When love ain't winning, the mood starts swinging. The devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. Vroeger, toen poep nog met een korte oe geschreven werd, bestonden er helemaal geen tijdritfietsen. Geen windtunnels, geen carbonruimteschepen op wielen. Gewoon zo hard mogelijk op je normale fiets. Hey, maar laat je niks op de mouw spelden hoor, want vroeger werd er heus ook geknutseld aan de fiets. Jan Jansen bijvoorbeeld liet, met succes mogen we wel zeggen, voor de beslissende tijdrit van 1968 zijde tubes monteren. En in de jaren 80 nam het grote ombouwen een vlucht. Van helmen tot wielen, van het frame tot het stuur. Met Mozers werelduurrecordpoging van 1984, twee dichte wielen en een ossenkopstuur, wordt een nieuwe periode ingeleid die eigenlijk tot op de dag van vandaag duurt. Maar uiteindelijk is het niet de fiets, maar de coureur die het hem doet. Hè. En dan is er maar één. Niet Eddy, niet Monsieur Chrono, zelfs niet Dirk Thorny. Nee, de stille uit Pamplona. Hij won 10 tijdritten in de Tour en deed dat met een nooit meer geëvenaarde schoonheid. De reus van Navarra. Over een paar jaar, als er geen tijdritten meer bestaan, denk dan nog maar eens terug aan de grootste tijdrijder ooit. Miguel Indurain, La Raya. Herstel, Jonas Vindegaard. Mijn naam is Steven Bolt. Tegenover mij zitten ze, Laurens ten Dam en Thomas Dekker. Aoi. Allez, on y va. Ik las laatst dus dat hij 11 ritten heeft gewonnen toen, Miguel. Ja, waarvan 10 tijdritten. Dus buiten die ene, toen won hij er toen nog niet. Dat was op Luzardiden, waar we omhoog fietsen. Ja. Heeft hij dus alleen maar tijdritten gewonnen en de rest weggegeven. Ja. Of weggegeven. Hij komt natuurlijk uit Spanje. Ja. Hè? En wie komt daar nog meer vandaan? Sinterklaas. Die geeft ook alles weg. Jij schakelt zo makkelijk. Ja. Even kijken. Ja, ik vroeg dus in de auto terug naar huis van de dag die we hebben gehad, die we zo meteen even gaan behandelen. Zoals te doen gebruikelijk. Jongens, wat is nou de grootste... Ik had ook natuurlijk ook een naam in gedachten. Eigenlijk was het... Wat is nou de grootste tijdrijder ooit? De mooiste. Gewoon de, ja, de, het is heel duidelijk. Heeft natuurlijk ook een beetje met generatie te maken. Want, hey, de mooiste is wel echt duidelijk. Dat was... Miguel. Ja. Op die Pinarello. Nou, dat is van onze generatie. Hè? Want daarvoor heb je dan Jacques Anquetil, Roger Rivière. Roger Chrono. Dat waren Jacques Anquetil, die won misschien... Ik weet niet of hij meer tijdritten won in de Tour. Waarschijnlijk wel. Ja, maar dat was natuurlijk ook een mega tijdrijder. Ja, dat was ver voor onze tijd. Wij zijn natuurlijk opgegroeid, alle drie, met Miguel, die 5 tours op rij won. Ja. Miguel en Mart, toen, was onze jeugd. Toen saai nog gewoon heel gemakkelijk was. Wij noemden dat zelf degelijk. Degelijk. Ja. Hij, ongelooflijk. Ongelooflijk. 5 keer de Tour, 5 keer. Hij won op een gegeven moment ook, geloof ik, 6 tijdritten back-to-back. Toen keek je gewoon. En nu zat zelfs tijdens deze tijdrit zaten we rieltjes te swipen, weet je. Ja. Het is veel veranderd. Ja. Misschien hebben we straks geen tijdritten meer. Misschien is dat wel een eindconclusie. Daar gaan we zo meteen over hebben. Eerste dag van vandaag. Waar zullen we beginnen? Laatste dagje Alpen. Ja, 4 uur? Bijna. 3,5, ja. 3,5? Ja. Voelde als 5. Zwaar, jullie waren oververhit een beetje, toch? Ja, we hebben nog even een paar stopjes gemaakt. We zijn nog even gaan Wim Hoffen. Ja. Ja. Mijn idee, hè? Ja. Ja. Vertel even. Ik zat natuurlijk echt sinds gisteren, sinds dat ik bovenop die Mont Blanc die spirituele muziek op mijn inlaat had laten werken. Lekker dat hij zelf even... Ben ik uiteindelijk bovenop een klim gekomen en daar hadden wij gratis water. Dus daar ging Lau natuurlijk heel hard op aan. Ja. Maar dat werd eigenlijk opgevangen in een hele grote badkuip. Ja. Een badkuip aan de zijkant van een huis met prachtige bloemetjes eromheen. Ja, een betonnen badkuip. Ja. Bijna een halve vijver. Het zag er prachtig uit. Wim Hof had er nog een klisma gedaan, maar wij zijn gewoon gaan zitten net naast de buis. Weet jullie ooit dat Wim Hof in het Vondelpark klisma af en toe deed? Totdat die de waterdruk in Amsterdam omhoog was gegaan. En toen is hij naar het ziekenhuis hebben moeten afvoeren. Helemaal kapot van binnen. Wat een verhaal is dit. Ja, dat hebben we niet beter voor de podcast ook behandeld. Ja, dat luister ik dan niet. Nee. Daar ging Jim ook stuk op. Ja, dat was een hot topic. Oersalau? Maar hoe lekker was dat, Steef? Mag ik nog even wat zeggen? We hadden een idee, hè? Lauwe zal je door. Die klim op, Lauwe. Ik zeg het tegen jou, want wij rijden vervolgens die klim op na dat koude bad, waar we alle drie even in zijn gesprongen. En dan na
weet ik wel, we hebben er misschien 20 seconden in gelegen, alle drie. En dan voel je je zo fris weer ineens. Ja. En toen zei Thomas, nou, wat zou er gebeuren als je gewoon in volle koers op zo'n hele warme dag gewoon jezelf 25 seconden gunt om in zo'n bad te duiken? Om boven op de top van een klim. Boven op de top van een klim, als je een beetje een goede daler bent. Bahamontes. Hoeveel profijt heb je daar wel niet van? Bahamontes is altijd een ijsje. Maar ik denk dat vlak voor de afdaling weinig nut heb. Je kan het beter halverwege doen. Ja, want in de afdaling ja, maar dan moet je, wel, dan moet je daarna toch wel koud. Ja. Moet je, daarna, je hebt toch nog een idee, ik rol nu lekker omlaag. In plaats van ik moet nu weer 400 watt gaan rijden om gewoon weer terug te komen. Nee, maar je voelt je inderdaad lekker. Ja. En dat is precies wat er gebeurt als je gewoon... Als je oververhit raakt, kom je niet meer vooruit. Nee. Weet je, en dan moet je koelen. Dat is ook wat je eigenlijk twee keer vlak voor die aanval van Pogacar ziet. Dat hij nog een hele bidon koud water over zich heen kapt. En dan gaat, zal ook een ritueeltje zijn. Ja. Het werkt. Ja. En dat zie je ook aan een tijdrit. Ze doen een warming-up. Dus die spieren zijn warm. Ze zijn van binnen. Maar ze hebben nog wel een koelvest op. Ja. Terwijl de eerste keer dat ik een koelvest omkreeg voor een warming-up... zei ik van, ja, hoezo? Ik moet toch warm worden? Hoezo? Toen werd het me uitgelegd, weet je wel. Ja, toch? Ja, maar het wordt deze onderschat wat het effect van te warm zijn is. Het gaat echt om 5 of 10% misschien wel. Dat je minder hard gaat fietsen. Ja, te warm en vooral uitgedroogd ook. Ja. Dus ja, je zweet veel om die warmte kwijt te raken. Oké, wij gaan die klim op. Col de Romme. Johnny gezocht, niet gevonden. Nee. Gaan afdalen. Echt steengoede afdaling trouwens. Prachtige afdaling. Wie komen we tegen? Oesa Sigard. Wat was het eerste wat je dacht? Voor de mensen thuis, de vriendin van Tadai. Goeie. Pogacar. Dus zij zoomt, was onze conclusie dus, met... Iemand met een koortslip. Ja, dat is gewoon... Maar misschien zoenen ze nu even niet. Nee, dat kan. Dat kan. Misschien is dat maar ik denk wel dat ze al herpes heeft, hoor. Ja, dat breng je wel op elkaar over. Ja. Ja, dit is wel... Ik ben een vervent herpesdrager. Vanaf mijn 7e op de wintersport. Ik ging al lekker op mijn 7e op de wintersport. Daar kom je nooit met dat tubetje zo straks, wat voor geen flikker helpt. Joep. Joep. Joep helpt. Het is lekker zeg. Ja. Vroeger had je nog herpes 1 en 2, hè? Hey? Maar ik zie ineens Oerza en... Nee, vandaag niet. Ja. Maar we kwamen er tegen. Ja. Jij zei... Nee, het is Oerza en dat had ik niet helemaal door. En toen heb ik nog even naar de geschreeuwd wel, toch? Zo. Ja, ze zei hoi. Ze zei hoi. En toen zag ze ons twee naar beneden komen. En toen dacht ze, nou, dan gaan we niet goed. Ja. Nou, we zijn vervolgens doorgereden naar de plek waar wij de etappe van vandaag hebben bekeken. Tot aan, laten we zeggen, anderhalf uur voor de finish. We moeten het nog over de coolbox hebben, want dat was wel even een ding. Ja, er had iemand verzonnen om een leuk item te gaan draaien boven ergens op een klim. En Kees Bol, die zou in het begin van de etappe als een van de eerste doorkomen. En ik zie Lau, die gooit zijn tas over zijn schouder. En die begint al door te stappen omhoog. Zonder coolbox. En die coolbox is ongeveer uit 1978. Toen, letterlijk. Met een elektriciteitsdraad zit er ook nog aan. Dus als we toevallig nog een beetje prik boven de berg hadden, hadden we nog kunnen opladen ook. Ja, hij viel uit elkaar. Maar dat was eigenlijk de bedoeling dat... de heel veel ogen naar mij. Want we hebben natuurlijk ook twee cameramannen die gewoon hun camera en hun shit moeten meenemen. En Steven en ik waren net bijna van de fiets afgevallen. We hadden een hongerklop en al. En werd eigenlijk verwacht. Nou ja, ik voelde best veel druk naar mijzelf. Ja, of dat ik die coolbox kon meenemen, 1,5 kilometer. Dat liep even allemaal anders. Nee. Maar het heeft je er niet van weerhouden. Toen Lau was een beetje de boze vader. Ja. Die pakte die coolbox en die ging, zeg maar, gezwind 400 meter per uur. Sneller lopen dan... Ik heb nog aangeboden, moet ik dat tasje dan als compensatie dragen? Nee, dat dus was echt een evenwichtstasje. De boze vader die dan niet toegeeft. Hij liep voor ons uit, maar he holds no grudges. Boven was het gewoon gezellig. Hij was boven en wie gewoon... was de eerste die op de coolbox ging zitten boven? Nadat er een koud colaatje uitgehaald had. Dat was lekker, hè? Ja, heerlijk. Alle koud drinken. Ja. We moesten dus 2 kilometer wandelen door 35 graden. Ja. Maar daarna had je wel gewoon allemaal koud drinken bij. Nee, dat had je goed gedaan. Dat is wel lekker, toch? Ja. Oké. Okay. We moeten nog even iets niet rectificeren. Maar ik wil ook wel even zeggen dat het met terugwerkende kracht... Want wij komen daar aan en er zijn allemaal hekken. Ik denk, hebben ze nou die hele tijdrit afgehekt? Maar we hebben nu het parcours gezien. En volgens mij het enige kilometer op de hele tijdrit waar hekken stonden buiten de finish, daar stonden wij niet. Nee, we hebben een soort hike moeten doen. We weten allemaal hoe jij tegen hike aankijkt. Ja. Ik was wel even één met de natuur toen. Ja, was bij even het... Ging ook lekker snel, hè, met die coolbox. Het was klauteren. We hebben heel veel moeite gedaan om bij de kutste plek van het hele parcours te komen. Maar ik heb Kees gezien. Ja. Ergens van achter nog 4 rijen dik kon ik hup Kees roepen. Ja. Maar ik was er voor hem. En trouwens, ik kreeg nog een appie die hebben van Florian. Waar was het koude colaatje nou? Ja, nou, hij reageerde nog even. Ja, dat snap ik wel. Maar ja, op zich, die gasten waren anders ook daald in.
Lang verhaal kort, we stonden aan het parcours. Tot aan anderhalf uur voor de finish was het tering heet. Ook wel gezellig, de zon scheen. En ja, het was eigenlijk, ik weet niet, is dat nou... Jij bent al eerder bij een tijdrit bij de Tour geweest, hè? Ja, dat is toch anders, hè? Ja, dat is anders, ja. Ik heb 2 jaar terug met mijn kinderen bij zo'n tijdrit gestaan. Ik dacht, dat is lachen, want dan kan je... In plaats van dat er 1 keer een peloton langskomt, kan je iedereen gewoon goed bekijken. En na 10 rennen zeiden ze, wanneer gaan we naar huis, pap? Ja. Dus de één grote verwachting van het peloton komt eraan, ja, met motors en helikopters en auto's ervoor. En oh, daar zijn ze. Dat mis je eigenlijk een beetje bij de tijdrit als er iedere keer om de minuut iemand langskomt. Dus, misschien voor de Sinkeldam Corner. Gewoon de liefde voor de tijdrit, is die vandaag nou groter of kleiner geworden? Denk er maar vast over na. Gaan we eerst naar de rectificatie die we niet gaan doen. Er kwam een tweetje. over de ochtendpodcast, van de podcast die we vanochtend hebben opgenomen. En daar zou gezegd zijn, Thomas Dekker, dat Wout van Aert vandaag niet zijn zinnen zou hebben gezet op deze tijdrit. En dus ook niet heel erg zijn best zou gaan doen. Kijk, ik slaap natuurlijk om 6:10 nog half. Ja. Dus ik weet niet precies wat ik gezegd heb. Maar ik volgens mij wel dat... Volgens mij heb ik het gezegd, want gisteren was Wout op zijn tijd op fiets aan het trainen. En hij zei tegen mij, Lau, vandaag ga ik niet gezellig met je fietsen, want ik ben gefocust op morgen. Dus daar leidde ik uit af dat hij sowieso volle bak ging gaan. Ja, maar wat ik het erg vind, in dat tweetje had Ben, want zo heet de beste man. Ja. Hij heeft ook nog gewoon even Wout Ja, dat komt heel aan onze expertise. Komt hij dan. Komt één uit onze expertise en hij zit het stoken in een goed huwelijk. Ja. Ik vind het tamelijk manipulatief, Ben. Ja. Ja? Het is gewoon niet leuk. Ja, maar stel je voor dat het ook nog wel waar is. Waarom zou je in een goed huwelijk gaan stoken? Ja. Dit is toch? Dit is sterk, hoor. Ik ga de buurman... Dit is heel sterk wat hij nu doet. De buurman aangeven. Nou, misschien kunnen de mensen hier aan tafel die opmerking even in laten zinken. Hey, ik wil hier echt voor de rest niet om Ben, hoor. Want Ben is vast een goede kerel. Ja. Maar dat mensen die dan een mening gaan geven en iets proberen op te stoken op social media, door dan mensen te gaan taggen. Ja, dat is heftig, ja. Ik had dat van de week ook met Rox en Stef in de avondetappen. Roxanne Kneteman en Stef Clement. Ja. Dat mensen dan allemaal dingen gaan vertellen dat ik echt denk van get a life. Ja. Wat vertellen ze dan? Wat zeggen ze dan? Gewoon Thomas Dekker nooit meer uitnodigen. Stef Clement is dit en dat. Rox, hou je mond, et cetera. Ja. Weet je wel? En dan mensen gewoon echt gaan taggen. Ja. Ik denk van... Waarom? Ja. Ja. Doe ze even lief. Ja, doe ze even lief. Geef ze even een hartje. En dan weet je wat ik dan eigenlijk zou aanraden? Even dat nummer van Joe. Om Spirit Bird dan gewoon even op te zetten. En dan gewoon even goed op die uitademing te focussen. Nou, weet je wat? Fuck it. Het is onze podcast. Zet hem op. Misschien kunnen ze hem inmixen. Wow. Zet hem aan. Komt-ie. Ben? Het is een beetje een inside joke, mensen. Maar we pakken gewoon even 20 seconden. Ja. No fucks given. Vandaag 80 keer gehoord, toch? Thomas' spirituele liedje. We plagen hem ermee. Maar het is stiekem gewoon een mooi liedje. Ja. Behalve als hij in de camera kijkt. Dat is awkward. Komt-ie. Dan ga ik toch omhoog doen. Vogelvrij. Lekker. Hupsakee. Ben, klaar met dat categorie. Hey Ben, ik hou van je, man. Hey, dit Ben toch maar even mooie bewerkstelligd. We gaan het hebben over de etappe van vandaag. Bonjour. Aujourd'hui, la 16e étape. 22 kilometer. De Passy-Marlioz à Combloux. Dinsdag 18 juli. Passy-Marlioz naar Combloux. 22 kilometer. Contre le Montreux. 2 klimmetjes waarvan de laatste ruim... Ja, dat is een beetje een gekke categorisering. Maar 2,7 kilometer gaf hij aan. Maar feitelijk is het gewoon een klim van 5,5 kilometer. Ja, het is die Côte d'Amancy. Ja. Dus je rijdt eerst 2 kilometer stijl en daar leggen ze de top. En dan is het nog 3 kilometer vals plat. Het is een coachje. Een coachje. Met de trekker van de col. Ja. Coachje van de trekker van de col. Vooraf, Jurgensen Abandon. Ja. Dus Matteo Jurgensen, de renner van Movistar. Een Amerikaan. Toekomstig Jumbo-renner. Toekomstig Jumbo-renner is uit de koers, weten we waarom? Ja, dezelfde hamstringblessure als dat hij een keer in Parijs-Nice had opgelopen.
Oké. Maar ja, voor de zin ik helemaal niet goed geïnformeerd. Zitvlak volgens mij gewoon van alles. Hij is echt heel moe. Ja. Dat we slecht stonden hebben we al benoemd. Volgens mij moeten we deze podcast even in twee delen opdelen. Eén is het duel. En twee is de dingen die opvielen. Duiding. En volgens mij moeten gewoon de sleutelmomenten, of eigenlijk de sleutelmomenten van het duel, Pogacar, Vingegaard, moeten we gewoon per ding wat ons opviel even behandelen. En dan pakken we nog gewoon dingen die algemeen opvielen. Er werd gesproken over ribbeltjes en bubbeltjes. Dat soort woorden kwamen al naar voren. Gaan we ook even bij stilstaan. Maar ik heb nog een voorstel. Dat we de professor even inbellen. Zeker. Hij is aan het fietsen. Is hij aan het fietsen? Ja, dus hij staat ergens bezweet. Dus direct na de tijdrit begonnen met fietsen of zo? Ja. Ik zei, je kan gewoon fietsen. Dan sta je gewoon even stil. Dan zien we hem allemaal met die bezweten bas. Straks heeft hij een valling. Ergens bij, waar zal die staan? Bij Apkoude of zo. Wel een man. Maar hij had allemaal inzichten. Nou, ik vind het eigenlijk wel een van de mooiste tijdritten ooit. Ja. Sterkste. Ja. Als je toch een inzicht mag poneren. Zullen we meteen even poneren? Ja, zou ik meteen bij hem poneren. Hebben we nou de sterkste tijdrit? Jim van der Berg, bewegtes wetenschapper, bekend van de Beter Worden podcast. Heeft een appie genaamd Join. Zit nu op de fiets. Ik hoop wel dat hij even stil gaat staan. Beter ga je stilstaan. Dit krijg 8 dagen op koud. Hij gaat stilstaan. Okay. Komt-ie. Yo. Hey jongen. Dat leek wel een rondje meer. Wat is je hartslag? Geen idee, vriend. Mijn vermogen is nul. Meteen, we vallen met de deur in huis. Ja. Was dit een van de vetste tijdritten waar je ooit naar hebt zitten kijken? Ja, by far. Ja, hè? Mm-hmm. Ja, die conclusie hadden wij ook wel een beetje. Lekker. Wat maakt het zo mooi voor jou? We gaan hem zo meteen even stap voor stap behandelen. Maar in zijn algemeenheid? Nou, in de eerste plaats, het was lekker kort. Sowieso een pluspunt voor een tijdrit. Het duurde gewoon niet zo eindeloos. Nee, en er zat wel alles in. Juist die korte klimmetjes. En dan die uitlopen naar de finish. En ook dat technische stuk. Waarin je wel gewoon moet kunnen tijdrijden. Ja. Het zat eigenlijk wel gewoon alles in. Lekker. Hey, een paar dingen die opvielen. Die hier vanaf de bank werden geroepen. Die ik heb opgeschreven. 1. De start van Pogacar. Ja. Agressief. Hetzelfde geldde eigenlijk voor Vingegaard. Ja. De manier waarop bochten werden aangeschreven. Ja. Lau? Ja, dat riepen we hier langs de kant. Je zit dan in de auto. Dan ben je Marijn Zeeman. Dan zit je in de auto. En dan gaat je gele truitje dat podium af. En dan zie je hem daar door die eerste bocht vliegen. Ik zat met mijn handen in het haar. Ik hoop dat hij mee. Want je weet natuurlijk dat ze daar al gevallen zijn. Er waren er 3 gevallen in de eerste bocht. En dan, hoe die daarna de bocht aansnijdt. Dat hebben we denk ik iedere bocht geroepen. Hoe agressief stuurt hij hem perfect in eigenlijk. Kon ook niet harder, toch, soms? Dat je... Nee. Jim, kon je het al een beetje zien aan de eerste kilometers aan hoe ze reden? Het is achteraf natuurlijk makkelijk zeggen, maar zag je aan lichaamshouding of agressie aan het stuur de snelheid? Nee, het viel me vooral op hoe slecht Hinkley die eerste bocht nam. ja, dat is inderdaad. Heb je dat gezien? Ja. Wat deed je? Komt de tractor voorbij. Ja, oké. Maakt niet uit. Je had heel gewoon gebleven, hè? Ja. Boerenland. Waar sta je trouwens? Even een klein tussenvraagje. Apkoude, hè? Apkoude. Ja. Oh, gewoon goed, hoor. We hadden gewoon goed van al die plaatsen in Noord-Holland. Hey, eerste tussenpunt. We pakken ze er meteen even bij. 16 seconden sneller Vingegaard dan Pogacar. Tweede tussenpunt, 31 seconden. Toen gingen hier de oren flapperen, Thomas. Ja. Ja, waar zaten we naar te kijken, zou ik haast zeggen? Nou ja, je zag, het is net wat Jim zegt. Het is heel moeilijk om echt een verschil in tijd of snelheid te kunnen zien met het blote oog. Als twee mensen gewoon apart van elkaar aan het fietsen zijn. Je zag dat Vingegaard heel goed onderweg was en dat werd eigenlijk wel bevestigd. En dan denk je natuurlijk die eerste 16 seconden, wat gaat hier gebeuren? En uiteindelijk zag je wel, begon je het steeds meer in de tijdrit eigenlijk te zien, dat Vingegaard wel beter op weg was. Ja. En dan is het natuurlijk dat tweede punt met het klap op de vuurpijl. Wat vond jij daarvan, Jim, als je dan ziet dat het altijd heel amateuristisch lijkt? Het is ook heel moeilijk om uit een auto te stappen en van fiets te gaan wisselen. Volgens mij was het vandaag wel heel duidelijk dat niet het verschil ging maken. Wat denk jij daarvan? Nee, absoluut. Kijk, uiteindelijk hadden ze een wissel volgens de NOS 12 seconden. Ik had hem zelf eigenlijk niet geklokt. En wij hadden bijvoorbeeld zelf voor Louis Mijntjes hadden we berekend dat het 13 seconden sneller zou zijn op een tijdritfiets op dat eerste deel. En dan Jumbo bijvoorbeeld, die hebben een lichtere tijdritfiets, gaan we vanuit.
verhoudingsgewijs lichtere tijd, een kleiner gewichtsverschil tussen een wegfiets en een tijdritfiets. Ja, maar jij bedoelt dus dat de gewone fiets 13 seconden sneller zou zijn op die klim? Nee, dat is precies, een stuk. In het geval van Louis Mijntjes. Ja. Oké. Okay. Oh, maar alleen op het eerste steile stuk van die klim. Ja. En dat juist op die uitloper, ja, waar je uiteindelijk ook gewoon die gasten 27, 28 kilometer ziet rijden. Mm-hmm. Ja, dan is dat verschil verwaarloosbaar. Of zelfs nog in het voordeel van de tijdritfiets. Afhankelijk van hoe goed je in die houding ligt. Ja, ja. Ja, en dan die fietswissel dus riskeren. Wat uiteindelijk dus in het geval van Pogacar ook gewoon 12 seconden duurde. Ja. Maar ook, dat levert het niet op. Maar ook de onrust toch, Jim? Als je weet dat je niet moet gaan wisselen. Ja. En uiteindelijk in de auto is iedereen natuurlijk gespannen. Maar dat je weet dat je nog moet gaan stoppen. En een fiets van het dak moet gaan halen. En een renner moet afstappen en weer opstappen. Nou, ik zag juist bij Intermarché met de hoofdmechanieken daar juist ook het gesprek over. Dat de onrust die het geeft aan de organisatie die het kost voor een tijdsverschil van 30 seconden. Terwijl je eigenlijk denkt, van, nou die fietsen kunnen we daar wel onderhouden als alles goed loopt. Ja. Ja, is het gewoon niet waard. Weet je wat mij opviel? Nou. Dat Adam Yates het niet had gedaan. Of Simon. Nee, ja. In ieder geval de UAE Yates. Dat binnen de ploeg nog andere afwegingen gemaakt. Ja, ja, precies. Dus dat, kijk dan. Dat, ja. Ja, want als je daarvan overtuigd bent dat het sneller is om te wisselen, dan laat je hem ook wisselen, toch? Ja. Hij staat op het podium nu. Hij staat nu derde. Dus dat vond ik wel. Dat vond ik het gek in die ploeg. Wat vonden we van die fietswissel? Want het werd een beetje gek in beeld gebracht. Hè? Dus dat moet je eigenlijk even een beetje wegfilteren. Op zich, als ze zeggen 12 seconden is dat oké, okay, toch? Ja. Je krijgt een goede duw. Ik bedoel, je gaat er ook niet in 6 seconden doen. Maar het is die onrust, weet je. Dat is, ja. Jim? Het ziet er zo belachelijk uit. Ja, kan bijna niet goed doen. Je kan bijna niet goed doen. Maar op zich was dit, ja, veel sneller ga je er niet doen. Ja. Zolang je de helm niet wisselt. Dat vind ik in principe wel prima. Maar het is gewoon niet waar. Thomas. En ik vind het wel echt heel raar dat dus uiteindelijk lijkt het erop dat Pogacar dus gewoon in de zijn eigen keuze daarin maakt. Ja. En ik geloof dus niet dat daar een hele uitgebreide afweging aan de grond ligt. Nee, anders heb je het ook wel gedaan. En dat, als je dan even daaruit alleen die, dat is exemplarisch voor hoe Jumbo-Visma en UAE verschillend met tijdritten bezig zijn, denk ik. Ja, leg dat uit. Absoluut. Ja, alhoewel natuurlijk het afgelopen jaar, de weerspiegeling, is dat Jumbo's tijdritten eigenlijk iets minder gingen. En UAE, zowel met een Bjerg in de Dauphiné, et cetera, best wel goede tijdritten reden. Alleen ik denk dat dat veel meer te maken heeft met de individuele kwaliteiten in plaats van het onderzoek en het materiaal. Omdat ze gewoon heel veel sterke renners hebben. En zoals we al toen we op de bank zaten, hadden we het erover dat ze na Parijs-Nice zijn gaan. Mathieu, die was hier al. Zijn ze wezen filmen volgens mij. Ja, en daarna zijn ze in mei toch teruggegaan. In Parijs-Nice heeft Jonas al de filmpjes gezien van die tijdrit. Gewoon om het in zijn hoofd te planten. Zodat hij het kan visualiseren. En in mei zijn ze gaan verkennen met hem. En toen is hij gaan manifesteren. Ja, precies. Eerst heeft hij dus gevisualiseerd. Nee, Thomas, even. Wat we vandaag gezien hebben, toch? Ik een beetje. De mooiste ik weet niet wat manifesteren betekent. Dus, Dat doe je automatisch nou. Nee, zeg dat dan, lul. Ik heb geen grapjes die ik niet snap. Nee, die snap ik niet. Vind ik niet leuk. Maar dat is toch de beste tijd die we ooit. Ja. Ja, wat 2 minuten 50 op Wout van Aert, jongens. Ja, maar wat Jim zei, op een tijdrit die zo kort duurt. We hebben echt alles gezien. En het is duidelijk wie de twee beste zijn. Er zitten wel 2 weken naar te kijken. Maar ze hebben het vandaag toch ook weer gewoon op een tijdritfiets bewezen. Dat mannen die rond de 60 kilo zijn, zo strak en hard een tijdrit kunnen rijden. Ja, dat was echt 10, 15 jaar geleden ondenkbaar. Ja. Hebben we nou, want we heel even terug nog naar hoe planmatig Jumbo-Visma dit aanpakt versus UAE. Is het niet een beetje opportunistisch van ons en waren de benen van Vingegaard vandaag welk plan die er ook tegenaan had gegooid? En of ze nou wel of niet voor een fietswissel kiezen, ze zullen er ook over nagedacht hebben. En hoe ze die rit indelen, want dat is ook nog een vraag, hè? Het is zeg maar de pacing van beide renners. Was er niet gewoon eentje gewoon beter vandaag, Thomas? Misschien op een tijdrit als het er vandaag zo uitkomt, zijn zeker de benen natuurlijk het allerbelangrijkste. Als daar niks in zit, dan gaat het allemaal niet lukken. Maar ik denk dat we het iets breder moeten trekken buiten deze tijdrit om. Is dat het complete plan en de focus en de aanloop hier naartoe en de groei van Jonas Vingegaard van vorig jaar de Tour de France naar nu. Daar wel een heel groot aandeel bij de Jumbo crew ligt. Zeg maar de omkadering van het hele team.
Dus ik weet zeker dat ze er alles aan doen op een dag als vandaag. Maar als je de benen niet hebt, gaat het niet lukken. Ja. Ik denk wel dat het ook nog onderdeel is van het grote plaatje. Ik heb gisteren even naast Marijn gefietst. Ja. En die zegt gewoon vlak af, wij rijden om de koers zo hard mogelijk te maken in de bergen. En ja, zij rijden om hem zo rustig mogelijk te houden, zodat hij zijn explosiviteit kan uit. En ze zijn er gewoon van overtuigd dat ze over een periode van 3 weken uiteindelijk die explosiviteit van Poggi genoeg kunnen afbotten. Ja. Na 10 kilometer zeiden we toch al van die explosiviteit is gelijk. Als je zo kan starten in een tijdrit en na 10 kilometer, of de eerste tussenpunt 7, wat 15 seconden sneller kan zijn. Ja, 16 seconden, 31 seconden, ja, dat was T3. Dus dat was dan 9 minuten. Dus dan zit met de explosiviteit van Vingegaard. Die is ook die match Pogacar al. En ik denk echt wel dat dat ook gewoon de hele Tour al de insteek is geweest van die ploeg. Ja, ja, nou, mooi gezegd. Wat ook tot uiting komt, want we hebben het nu over die twee. Vingegaard en Pogacar. Nummer 3, Wout van Aert. Ray, Jim, help me even. 2:50. Ja, maar sneller dan Pogacar het laatste deel. Klopt dat wat ik zeg? Of klopte dat je nou juist nee, niet? Uiteindelijk reed Pogacar 28 seconden sneller dan Wout. Dus T3 in de finish. Ja, okay. Alleen Vingegaard, die rijdt daar dus nog 1:16 sneller dan Wout. Kijk, nog even terugkomen op het vorige punt. Volgens mij zijn er 3 dingen aan de hand. Sowieso zit Vingegaard beter op zijn fiets. En hebben ze daar veel in geïnvesteerd. Ja. Je ziet dat Vingegaard nog veel anaerober is geworden. En qua anaerobe capaciteit. Kijk, het klopt waarschijnlijk wat Marijn zegt, dat ze zeggen van nou, waarschijnlijk ligt de FTP nog iets hoger, maar anaerobe capaciteit, misschien wel even die exclusiviteit over een minuutje, is wat minder. Maar anaerobe capaciteit zijn ze gewoon heel erg aan elkaar gewaagd, anders rijdt de Vingegaard niet in beide klimmetjes harder omhoog. Dus dat is echt wel een duidelijke investering geweest. En het pacingplan was wel van Jumbo, en met name denk ik dat je dat terugziet bij Wout van Aert, was gewoon verreweg het beste. Ja, want alleen, Als Vingegaard volgens mij op een Komago had gereden met een pacingplan van Pogacar, had hij nog steeds gewonnen. Had hij zelf nog een fiets in kunnen doen. Denk jij, Jim, dat er vandaag een pacingplan was waar dit op stond? Als je gaat kijken hoe Vingegaard met deze benen eigenlijk zijn beste tijdrit ooit rijdt. Misschien wel een van de beste tijdritten waar we ooit naar hebben zitten kijken. Dit kan je toch van tevoren heeft bijna het niet bedenken. Bedoel je? Ja. Hij heeft gewoon harder gereden dan Maar je ziet. Maar als je gewoon alle tussenpunten naast elkaar zet en dan bijvoorbeeld Wout als benchmark neemt, dan zie je wel dat Pogacar relatief gezien dus nog iets harder start dan Vingegaard. Ja. Dus eigenlijk zie je dat ze, nou, dat Vingegaard de Pogacar, nou, Vingegaard rijdt uiteindelijk harder, dus daarvan kan je zeggen, ja, die start eigenlijk even hard als Pogacar, maar relatief gezien houdt hij dus nog net iets in op Pogacar. En dat wint hij eigenlijk wel op het einde. En met name nog op die uitloper. Maar dat, ja, en ik denk en ook dat die uitloper, is wel een verschil in het pacingplan. En op die uitloper moet je ook niet vergeten dat hij daar op een tijdritfiets reed. En ik denk dat die mannen daar 30 plus reden op een gegeven moment. Klopt. Want ik heb daar gisteren ook gefietst. En ik denk dat hij daar gewoon ook voordeel heeft gehad van zijn tijdritfiets. Maar als hij zelf, exact. Ik was de beste van de gewone mensen. Ja. Als Wout van Aert zegt, ik ben een gewone mens. Dan hebben we wel naar een tijgertje zitten kijken. Zien wij kansen op het WK Gravel? Zien wij gewoon kansen, Jim? Wout is ineens gewoon geworden. Ja. Laat het WK Gravel maar komen. Wout keer terug op aarde. Jim, we laten hier gaan, man. Of had je nog dingen die je opvielen? Helmsokken, dingetjes op ruggen, ribbeltjes, BH's. Ja, kijk, je moet altijd wel met aerodynamica moet je altijd een beetje oppassen. Kijk, luchtstroming en dus vooral die CDA-waardes laten zich eigenlijk heel moeilijk voorspellen op het zicht. Alleen je ziet bijvoorbeeld bij Vingegaard wel dat hij heeft een wat langere positie. Dus zijn ellebogen komen eigenlijk wat verder voor zijn schouders. En zijn schouders maken als het ware niet de hoek van 90 graden. En dat zie je, en dat is eigenlijk een beetje nu van de laatste jaren. En dat zie je bij Jumbo, zie je dat heel goed terug, dat ze die positie wat langer maken. En dat zie je, dat is bij Pogacar zag je dat niet. En bij Hindley bijvoorbeeld zag je dat trouwens helemaal niet. Die zag wel echt een beetje ouderwets dat hij erop. Ja, ouderwets. Ja. En dat, daar lijkt het wel op dat ze daar met Vingegaard dan heel erg op in geïnvesteerd hebben. Want dat is ook niet een kwestie van, ik stel je fiets even anders af en je bent vertrokken. Dat is wel ook gewoon echt in die positie trainen. En ja, volgens mij is dat heel goed aangepakt. Jim, Lutsenko had een BH aan. Ja, heb ik niet gezien. Nou, wij wel. Nou, maar die zit ook in transitie. Die mag straks niet meer meedoen vandaag. Lau, wat was dat? Ja, volgens mij, Jim, hebben jullie dat bij Wanty niet af en toe
Dat is op vrijdagavond? Nee, maar dan wordt er een BH onder je tijdritpak aangetrokken, wat dan ook de luststroom anders zou maken als dat. Ja, dat is die BH, toch? Of dat niet? Bedoel je. Ja, klopt. Dus dan, dat is eigenlijk een structuur. Daar heb ik taak ook mee gereden, bijvoorbeeld in een aantal wegkoersen. Dat is toen nog breed uitgemeten geweest op de WOT. En dat heeft inderdaad een soort ribbel die je dan onder je pak aan hebt. Ja. Is dat wat je bedoelt? Ja. Ja, en dat is dan iets sneller. Ja. Oké, Jim, ik heb nog één vraag voor je. Als je nu zit te kijken naar deze Tour de France, en de Tour de France is bij het gewoon het allergrootste wielerevenement. Als Pogacar in de toekomst tegen dit blok blijft rijden als een jumbo, denk je dat uiteindelijk zijn voorbereiding dan toch op de schop moet? En dat hij niet zo'n voorjaar kan rijden zoals dat hij misschien als wielerliefhebber wil met Vlaanderen en tot en met Luik? Of denk je dat het mogelijk is als hij bijvoorbeeld niet die valpartij heeft in Luik en hij heeft gewoon een normale voorbereiding? Want qua kwaliteit denk ik toch dat ze echt wel aan elkaar gewaagd zijn en dat misschien Pogacar misschien nog wel iets meer talent heeft als wielrenner. Of zie je dat heel anders? Ik zou ermee oppassen met die laatste uitspraak. Wat je nu bij Jonas ziet qua talent, bedoel ik. Nee, maar ik heb het over de Ronde van Vlaanderen winnen, et cetera, een wielrenner zijn. Je ziet bij Pogacar een beetje wat Mathieu van der Poel vorig jaar had. Kijk, het gaat heel lang goed op een soort van juist die vrijblijvendheid en het voeden en het speelse. En ook erin je eigen keuze maken of je wel en niet de fietswissel doet. Alleen het gaat dan op een gegeven moment misschien wel ten koste van de herhaalbaarheid. En daar is Jumbo zo ontzettend goed in. Maar dat betekent niet dat dat bij iedere renner past. Nee. Ik weet niet of Pogacar zou kunnen renderen in een soort van het dogma van Jumbo. Nee. Dat is maar de vraag. Hij moet een beetje die eigen keuze kunnen maken en ja, ook dat programma rijden waar hij superveel plezier uit haalt. Alleen, ja, Mathieu van der Poel die is vorig jaar wel tegen de muur aangelopen waarin hij merkte van, oh ja, wacht even, ik kan niet de hele tijd een soort van mijn eigen plan trekken. Ik moet ook wel luisteren. Je weet natuurlijk ook wel dat een renner als Pogacar, dat hij natuurlijk uiteindelijk minder plezier eruit gaat halen als hij niet meer de Tour de France gaat winnen. Ah, bijvoorbeeld. Ja. Dus er zit een optimum in. Maar dat is bij Mathieu ook gebeurd, hè? Ja. Die is dit jaar toch ook heel anders aan het trainen en naar wedstrijden aan het toeleven dan de afgelopen jaren. Ja, zeker. Dus die is ook met zijn neus tegen de afgelopen dag. Dit wil ik niet meer. Met de voorbereiding van Vingegaard, of die dan wel de Tour wint. Ja, precies. Want misschien, als die gast half depressief op het werk zit, daar is ook stage, dan heb je er ook weinig aan. Onder het systeemplafond. Systeemplafond. Jim, ja. Wat moet je nog doen? Wat moest je vandaag doen van Join? Ja, 30-15. Of ging je gewoon à la Van der Poel en Pogacar? 30-15 is gestructureerd. En hoeveel wat? Nou, ik rijd zo die 30 seconden rond de 380, 390. En dan vind ik het al heel lekker doen. Nou, dat vinden wij ook. Goed bezig, hoor, Jim. Dat vinden wij ook. Toch? Hey, ga jij lekker trappen daar over de weilanden? Dan maken wij nog eventjes een allesomvattend podcastje. Lau, laatste vraag, toch, stiekem. Nou, mededeling eigenlijk. Oh, mededeling. Er heeft hier een aan tafel een 20-minuten-test gedaan vandaag, Jim. Hey, Jim. Oh, wacht even. Hey. Het is Stevie Tunnebolt. Laten we, het goede nieuws is dat het FTP wel goed zit. Het slechte nieuws is dat het gewicht nog wat omlaag kan. Ja. En dan werken we niet. 3,50? Hey. Voor 20 minuten of ja. Slechte tijd? Met Lau over 20 minuten. Al gaat hij meteen dat zeggen. Ook nou niet zo te zeiken, man. 3,50 is 3,50. Wat? Nee, ja. Hey, Lau naast me. Hey. Ja, Jim naast me. Coachen. Lau coachen. Nu harder. Nee, hij zei op een gegeven moment zelfs, doe maar nu pacen en dan ga je de laatste 2 minuten nog voluit. Ik had eigenlijk een plan gemaakt. Hè, mensen. Het eigenlijk een beetje verkeerd ingedeeld. Ja, Thomas is de coach, ja. Nou, het ging zo. Lau zei, wat is het nu? Dan je FTP. Dus ik zei, nou, een beetje 3,30. Ze zei, nou, dan moet je eigenlijk op 3,30 starten en dan 3,40. En dan kijken wat je nog over. Ja. En Thomas zei, ja, maar je hebt van de week, heb je 3,44 voor een half uur getrapt. Begin dan gewoon op 3,50 en probeer dat vol te houden. Dus hij lag best logisch, toch? Op zich wel logisch. Ja. Maar Lau had een soort van psychologische factor ingecalculeerd. Namelijk, als je tegen Stefan zegt dat hij 3,50 in het begin moet doen, gaat hij 3,70 trappen. Ja. Wat ook het geval was. Dus, mijn pacingplan, ik moet nog even bij Jumbo-Visma aan de leer. Maar we hebben een fantastisch dagje gehad. Gozer, we laten je gaan. Lekker, man. We laten je gaan. We zien je vrijdag. Hè? Gaan we beter worden opnemen. Ik zie je vrijdag. Leuk, man. Goed. Later. Hey. Hoi. Hoi. Oké, mannen. Tijd voor conclusies. Wat vinden we als we nou... Nee, laat ik het zo zeggen. Toeren is gespeeld. Ja. Dat is toch de hoofdconclusie van vandaag. Twee onderwerpen nog. Boeken toe, ja, nee. En die andere is de rol van de tijdrit. Laten we even met die tweede beginnen. Oké. Ik snap wel.
Ik parafraseer iemand die vandaag tv aan het kijken was. Ik snap wel dat die tourorganisatie weinig tijdritkilometers mee inplant. En als ze een tour doen, dat ze hem dan, of als ze een tijdrit doen, dat ze het dan heel kort doen. Want het is meteen boeken toe. Eén tijdritje en iedereen staat op minuten. Dat vroeger in de Rijn ook wel een beetje natuurlijk, ja. Maar... Ja, het is zelfs wel. Ja. Ja, moeten we dan ook geen afdalingen meer doen omdat het gevaarlijk is? En die sprinten niet meer doen omdat het ook veel valpartijen zijn? De Tour moet wel worden gewonnen door een complete wielrenner. En daar mag er ook wel eens een kasseirit in zitten. Of een rit met waaiers. Of dus een tijdrit. Afdalen hoort er inderdaad ook bij. Maar als je met levens gaat spelen is het iets anders. Maar voor mij had het ook bijvoorbeeld twee van dit soort tijdritten mogen zijn, weet je. Maar ik vond dit wel, wat Jim ook al zei, dit was een hele vette tijdrit. Ja. Ik vind het ook wel heel lekker om met een proloog te beginnen, hoor. Precies, ja. Ja. Maar ja, ik weet niet of dat aangeleerd gedrag is, dat je dat je hele leven gewend bent. Maar ik ga er wel goed op, een proloogje van 6.8 of 7.8. Ja. Door zo'n lekker stadscentrum. Is alles daarna nog mogelijk. Ja. Iedereen neemt risico. Iedereen staat gelijk met die longen open aan de start. Düsseldorf heb ik er nog een gereden. Ja, was ook lekker weer toen. Het regent ook. Van verder die breekt zijn knie daar in 12 stukjes. Zullen we naar de uitslag van vandaag en dan naar het klassement en dan de boeken toevraag beantwoorden? Ja. Ja. Mogen we nog namen eruit pikken? Uitslag, zeker. Eerst even de uitslag. Jonas Vingegaard wint in de tijd van 32 minuten, 36. Het was ook echt weer zo gepiept. Hè. Op een gegeven moment waren ze bij de top. Het ging echt snel vandaag. Grappie had die aperitiefjes net aan. Nee, klaar, 5 minuten voor de finish. Ja, een aperitiefje moet je rustig drinken. Is niet gelukt. 32 minuten, 36 seconden. Tadej Pogacar, 1 minuut, 38. Wout van Aert, 2,51 daarachter. Pello Bilbao, 2,55. Simon Yates, 2,58. Zit allemaal betrekkelijk dicht op elkaar. Hetzelfde geldt voor Remy Cavagna, 3,06. En dan gaan we in betrekkelijk kleine stappen terug via Skelmose, Pedersen, Godu, Castel Briego. Nou, even kijken. Dylan van Baarle, 23ste. Ik kon nog even genoemd hebben. Toch door, hij zou niet vooruit gaan, maar als je 23ste wordt op 4 minuutjes dan... Ik had twee dingen. Ja, hadden rustig uit. Toen ik zeg maar profrenner was het als ik een goede tijdrit reed en dan Tony Martin had je, weet ik veel. Cancellara. En dan deed ik het heel goed als ik een minuut per 10 kilometer verloor. Was ik echt... Ja, was dat een soort benchmarkje? Dan deed ik het goed. Maar als je nu een minuut per 10 kilometer verliest, dan rij je sneller dan Wout van Aert. Word je derde. Ja. Ja, dat, snap je? Dat geeft maar aan hoe outliers die vooral Jonas was vandaag. Ja. Vooral Jonas was echt zo'n outlier. Wat jij net ook zegt, de rest zit allemaal vrij dicht bij elkaar. Op de 3 minuten van 2,50 tot 3,20 of zo. Ja. Dat is mega dicht bij elkaar in de achterstand. En het tweede die ik uit wil pikken is degene die vorig jaar zijn tijdrit mega verneukte. Gaudu. Ja. Ja. Hey. Ja, toch? Ja, hij ook gewisseld, zag ik. Want hij kwam op zijn gewone fiets over de finish. Wordt tiende. Maar gewoon tiende in deze tijdrit. 3,31. En maar klaar. Na de deceptie van vorig jaar. Nou, vond ik toch wel een eervolle vermelding, toch? Ja. Voor deze Fransman. Een feintje. Ja. Absoluut. Mats Pedersen, ik kwam nog even langs. Die wil ik er even uitpikken. Dat is geen kleine jongen. Die tijdrit, die komt me toch. Mag 12 daar ergens om half één al langs poeven. Dat was impressionant. Bijna nog de namen... Gaat wel staan in Glasgow. Ja. Dat was inderdaad de reden om even te noemen. Dankjewel. Andere namen, Thomas? Zullen we naar het algemeen klassement gaan? 3 Denen in de top 10, trouwens. Vandaag, van de tijdrit. Ja. Maar dat is ook wel een trend, hè, bij de Deense Bond. Ja. Ik weet niet meer hoe die heette, maar we hadden een trainer bij Sunweb. Die was Denen, was de trainer van Søren. Die kwam mee naar Sunweb en die was zo met die tijdritten bezig. En dat zie je wel, dat is echt wel een cultuurding ook daar. Ja. Dus, het is alleen jammer van Magnus Kort vandaag. Ja. Wederom niet mee. Hij zat niet mee in de vroege vlucht. Klassement, Jonas Vingegaard. 1,48 voorsprong op Tadej Pogacar. Adam Yates stijgt een plekje ten koste van Carlos Rodriguez. Staan nog steeds op 5 seconden van elkaar. 8,52 respectievelijk. 8,57. Jay Hindley, 11 minuten. Sepp Kuss, 12. Pelle Bilbao, 13. Ik heb nog een leuke slotvraag straks wat betreft de Pac-Man. Maar jongens, ja, het ligt als een mooie tijd. Ja, toch? Het is tijd om naar huis te gaan. Boek het toe. Het is tijd om naar huis te gaan. Ja. Het is wel lekker dat we dit huis hebben kunnen onderverhuren voor die laatste dagen. Want wij gaan naar huis, mensen. Ze komen toch niet meer langs. Nee. Het is klaar. Ja. Het is echt klaar, hè? Moet ik nog pogingen doen? Nee. Om het spannend te maken? Nee, dat gaat met valpartijen en hele rariteiten te maken hebben. Hoe gaat de etappe van... Weet je dat? Dat doen we in de voorbeschouwing. Ik ben heel benieuwd hoe jullie...
Want hier moet een antwoord komen, want er zal toch nog op de een of andere manier... Nee, hij gaat het proberen. Dat is zijn instinct. Oké, gaan we nog even niet nu noemen, want dat is de voorbeschouwing voor morgenochtend. Hij gaat toch wel af en toe op je puntje van je bank zitten. Ja. Hij gaat. Ja. Het is boek toe, maar het kan nog spannend worden. En ze staan 2-3. Ja, moet gezegd. Daar is Van die niet gestuurd... Simon, van die niet gestructureerde pool staan ze toch 2-3. Ja. Ja, we gaan afsluiten. Lau, raadsel. Rebus nu? Het zit... Nee, we gaan wel de Rebus. Nee, want dan zou alle sfeer uit de podcast gaan. Dat willen wij niet. Nee. Het zit in een computerspel uit de jaren 80. En het staat op het podium in Parijs. Als Tetris, het zo doorgaat. Tetris. Pac-Man. Maar de nummer... Even kijken hoor. De nummer 3 staat... Op bijna 9 minuten. Ja. What the fuck? In de ruimtijden. Ja. En die pakt ook 3 minuten in een tijdrit soms. Minimaal, hè? Onze Miguel. Wilco Kelderman. Nu is hij het, hè, Wilco? Ja. Op plek 19. Plek 19, gasten. What the fuck? Op plek 19 sta je al buiten de deur. Ja. Pak dat ding eens eventjes. Pak dat eens eventjes. Okay. En beschrijf eens even wat jij in je hand hebt. Want de Pac-Man wordt morgen weer... Dankjewel, Thomas. Ik wil mensen niet aanzetten tot... Microfoondiscipline. Ik wil mensen niet aanzetten tot alcoholisme. Maar dit is wel echt een mega glas kwaremond. Voor degene die... Hoeveel liter gaan erin? Moet er YouTube kijken. Volgens mij is het een 3-liter glas. Het is een 3-liter glas. Op zich atbaar. Voor de grote, ter aarde. Als je Ron van Vlaanderen kijkt... volgens mij heeft Nicky hem ook wel eens aan zijn lippen gezet. Wout van Aert, Pitcock kan ik me nog herinneren. Die echt een hele ferme teugnaam. Dan heeft Quaremond zo'n podiumglas, toch? Nou, die hebben wij hier nu op tafel staan. Er zijn er niet zoveel van. Behoorlijk exclusief ding. En als jij nou morgen op Lislo Ride Fest Insta... de Pac-Man van overmorgen voorspelt... dan komt dit glas ingewikkeld in... Mag dat? In pleepapier, denk ik, of zo. Want dat moet wel even goed dit organiseren. Dit is het glas dat ik al 2 weken op mijn kamer gebruik... als ik 's nachts moet plassen. Ik moet erg nodig passen. Dat moet je wel nodig. 3 liter. Nee, het hoeft niet altijd vol. Schuimt het ook dan? Op potje. Wel lekker. Gewoon een grote... Ja, weet je, een grote... Dat is wel handig als je 's nachts moet plassen. Ja. Hoef je niet zo goed te mikken. Kan hem gewoon omheen draaien. Het podiumglas van Quaremond. Te winnen voor de goede voorspeller van de Pac-Man van overmorgen. lsrf.cc. Het is bijna op, maar nog niet helemaal. Dus Thomas, sorry dat we het nog even moeten oppen. Mensen, ik heb het al eerder aangegeven. Er staat een prachtige korting online. Die gaat Lau zo meteen even tegen jullie, jullie vertellen. De code. Maar er zijn dus nog een aantal attributen die we kunnen bestellen. Doe dat even voor deze mannen. Dan kunnen ze zo meteen op vakantie. Iedereen blij. En het zit ook gewoon lekker. Lekker kwaliteit. Ik weet niet waar het gemaakt wordt, maar het ziet er goed uit. Er komt een special aan. Hè? Société LSRF. Een collaboration avec Le Butcher of Blue. Zeer gelimiteerd. Hou de socials in de gaten. We hebben gisteren de foto's gemaakt. Ze worden op dit moment gedrukt. Het is een winter-t-shirt. Het kwam op als poepen, kunnen we wel zeggen. Het was een ideetje wat zo aan het begin van de tour ontstond. Iemand kwam met een super vet design. We hebben ze al even op de Insta's gepost. Wandelt lekker toch ook? Het wandelt, wandelt lekker. Ja, het is geen hoog zomershirt. Maar ja, in Nederland is het toch... Nederlandse temperaturen doet hij het. Nou, het met die klimaatverandering, Steve. Ben je dat nou aan het bagatelliseren? Spreek voor me, hè? Thomas. Waar hebben we nou naar zitten kijken? De hele kaart van Europa is rood. Mannen, we zijn er doorheen. 43 minuutjes. Heerlijk. Wat een dag. Ja. Ja, en wij waren erbij. Zo is het. Ga ik niet vergeten. We gaan zo meteen in full transparency... gaan we gewoon de voorbeschouwing van morgen ook nog opnemen. Want die nemen we normaal altijd om 6:00 op. Maar morgen om 6:00 zitten wij in de wagen naar Nederland. Waar we de laatste afleveringen opnemen. Volledig in Franse sfeer mogen duidelijk zijn. En zoals je van ons gewend bent. Eigenlijk de sfeer van vorig jaar. Villa Tour. Dus we zitten in apkoude Villa Tour stijl voor de laatste dagen. Dus die nemen we zo meteen wel nog op. Wel gezellig hoor. Even weer in Oldhof. Toch? Lekker ontbijtje, Steve. Hoe heet ze ook alweer? De, ze is leuk. Wisten jullie vanochtend ook al niet die naam? Ze is leuk. Nee, ik weet het niet. Ze komt uit Apkoude, dat weet ik wel. En ze doet het ontbijt en dat is altijd genieten. Ja. Dat is echt... We kijken er naar uit. Leuk toch? We gaan... Ben ik van mijn broodjes haal plicht ontstaan? Ja, nee. Maar we krijgen die lekkere granola, weet je nog? En die eitjes. Mijn broodjes waren niet goed genoeg. En eindelijk, dom, een keer goede croissantjes. Ja, en nu wordt ook niet de hele tijd gezegd hoeveel het croissantje kostte. Want dat zit allemaal inclusief. In de prijs. In de BTW. Ja. Mannen, we gaan afsluiten. Nu echt. Tot de volgende keer. Hoe dan ook en waar dan ook. En voor de tussentijd... Live slow, ride fast.